helemaal. Ik sta op dit moment in de wc op mijn werk. Heel leuk. Snoepje aan het eten. Het is vrijdagavond. Ik ben klaar met werken. En we gaan zo lekker uit eten met de hele club. Personeelsuitje. En ook om afscheid te nemen van nog een collega. Helaas. Ik wil niet dat je gaat. Maar ja. Niks aan te doen. En dus ja, dat gaan we doen. En we gaan om 7 uur uit eten. Het is nu 6:30, dus ik blijf hier samen met andere collega's nog even lekker hangen. Niet te veel drop meer eten, anders heb ik geen honger meer. We gaan naar de Griek trouwens. Het zit hier om de hoek, dus dat is wel ideaal. En ja, laat het weekend beginnen. Nou, ik ben net thuis van mijn personeelsfeestje en het was echt super gezellig. Echt een hele gezellige avond gehad. Lekker bijgekletst met iedereen die helaas niet meer bij mij werkt, maar naar een andere filiaal zijn opengeplaatst. En dan merk je weer hoeveel je ze eigenlijk mist en hoeveel je mist dat je gewoon gezellig met ze kan kletsen. Dus het was echt heel erg leuk om even bij te kletsen. Het was gewoon weer lekker even ouderwets gezellig en ja, natuurlijk zal ik mijn collega's hartstikke hard missen. Maar ja, het was heel erg leuk. Maar het is nu best al wel laat, 11:45. En ik ben toch wel eigenlijk stiekem een beetje moe. Dus we gaan zo, Sien is inmiddels ook al thuis uit zijn werk. Tadaa! maar goed, we zijn best wel moe, dus we gaan lekker nog een beetje hangen. En dan gaan we zo lekker naar bed en kijken wat de rest van het weekend ons brengt. Hoi allemaal, het is vandaag zaterdagmiddag inmiddels. We zijn niet heel vroeg. Maar ja, het is zaterdag en dan mag dat, zomaar denken. Hij was wel vroeg vanmorgen. Vroeger als ik was, maar hij ging iemand helpen met... Wat ging je eigenlijk doen? Oh, je ging iemand helpen met wasmachines versjouwen of zo. Ik weet het eigenlijk niet. Maar ja, mij was gisteren nog een beetje laat en ik werd vannacht wakker en toen had ik een beetje last van uitdrogingsverschijnselen. Oh. Iets te veel oezo op vrijdag. Maar ja, het katertje is meer een kitten, dus het valt erg mee. Dus we gaan zo meteen naar de verjaardag van mijn nichtje en mijn neef. Die zijn allebei jarig. Tenminste, mijn nichtje is vandaag jarig en volgens mij is mijn neef morgen jarig, dacht ik. Dus daar heb ik ook wel zin in. En ik wil eigenlijk nog eventjes eerst voor een nieuw winterjas gaan kijken, maar het is al 2 uur. In jouw kennis, dit duurt echt. Ja, nou, ik wil eigenlijk maar naar 1 winkel, maar dat zeg ik altijd. Dus misschien moet ik het gewoon niet doen en gewoon naar die verjaardag gaan, want dan kom ik ook niet sowieso te laat. Ik weet ook helemaal niet hoe laat de rest komt. Maar goed, we zullen zien wat de dag ons brengt. Ik heb vandaag ook mijn haar gekruld. Ik heb gisteren een nieuwe krultang gekocht, maar ik weet het niet. Ik vind het maar een gedoe of zo. En het zakte mij ook echt zo weer uit. Mocht iemand nog eens een tip hebben over hoe ik dat beter langer in mijn haar kan houden. I don't know. Bij mij is het altijd, zit het erin, zakt het eruit en gaat het in de klit. Dat is zeg maar mijn dag met krullen. Dus, en die nieuwe krultang, ja, ik weet het niet hoor. Maar ja, ik heb dan ook het boekje niet gelezen. Dus misschien kan het ook weer daar gaan liggen. Ik ben niet zo van de boekjes lezen. Net als met mijn camera. De instellingen voor het filmen staan goed, maar foto's nog niet. Moet ik ook nog steeds doen. Lui!
Hallo? Nou, we zijn weer thuis. Wat een dag, ik ben wel moe. We zijn even naar de verjaardag geweest. Ik heb niet meer zoveel gevlogd ook daar. Ik heb eigenlijk ook niet zoveel zin in om een camera in iedereen's gezicht te gaan duwen. Tussendoor zijn we nog even naar de stad geweest. Ik heb weer geen winterjas gevonden. Of eigenlijk nog steeds niet. Zo irritant. Mijn haar is inmiddels ook lekker uit de krul. Joepie poepie. Echt helemaal verziekt. Ik heb wel een nieuw shirtje. Ik heb wel een nieuw shirt, ja. Dat klopt. Die zal ik nog wel eens even showen in OOTD. Dus nou, voor de rest gaan we eigenlijk helemaal niet zoveel meer doen vandaag. Of vanavond, want de dag is niet zo lang meer. Het is 8 uur. Ik denk dat we gewoon even lekker gaan bank hangen. En voor morgen twijfel ik een beetje. Want eigenlijk wil ik stiekem gewoon naar Breda gaan of zo. Maar ik weet niet. Dan zit het weekend ook weer zo vol. Er zijn genoeg leuke dingen te doen. Dus misschien... Want ik wil eigenlijk ook nog eventjes bij de Groenrijk kijken. En bij de Intratuin, bij de kerst en zo. Dat is er nog niet, hoor. Jawel, het is er al wel. Echt. En ja, ik zit eigenlijk toch ook te denken om gewoon mijn kerstboom op te zetten. Ik weet het, het is een beetje vroeg. Maar ja, zo ben ik. Om gewoon alvast weer een beetje kerstdingetje naar huis te halen. Ik vind het gewoon echt heel gezellig. Ik ruik ook helemaal naar hond. Mijn moeder heeft dus een nieuw pup. Zo cute. Mijn moeders oude hondje was overleden. En nu wilde ze... Ja, ze was een beetje aan het twijfelen. Moet ik het wel doen? Moet ik het niet doen? Nou, ze vandaag zag ze ze online en heeft ze hem gewoon gehaald. Gewoon, bam, gedaan. En ze heet Lady. Ook al is mijn broer het daar niet mee eens. Geen Toos. Gewoon Lady. En ook geen Wilma, Ries. Nee. Gewoon Lady. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Oh, maar het is geen goedemorgen weer. Alweer, ik zeg altijd goedemorgen. Terwijl het eigenlijk gewoon middag is. Ah, ik heb iets in mijn oog. Maar goed, het is vandaag zondag. En we gaan zo meteen eventjes naar de Groenrijk. Een beetje kerst kijken. Want dat doe je op een zondag. In ieder geval. Groenrijk of Intratuin. Hè? Het gaat om de kerst, want ik ga vandaag gewoon mijn kerstboom opzetten. Het is een beetje een grauwe dag. Ik heb gewoon zin om dat te gaan doen. Kerst komt eraan en dat mag. Vind ik, ik ben wel een beetje vroeg. Maar ik ben niet het allervroegst, want ik ken gewoon al mensen die hem al hebben staan. Dus het valt mee. Ik heb vandaag mijn nieuwe shirt ook aan van Sinkgat. Woep woep. Met mijn sokkies. Er zit ook zak in. Het is eigenlijk gewoon een trui met zakken. Rice and wine. Daar ben ik goed in.
thuis van de mortieren. Oh, wat was het daar druk. Oh, ik ga nooit meer op zondag daarheen. Echt verschrikkelijk. Maar ik heb wel wat leuke kerstdingetjes. En het liefst willen we eigenlijk onze hele woonkamer veranderen. Want ik ben dat roze. Ja, ik vind het leuk, maar ik ben het een beetje beu of zo. En het liefst zou ik gewoon lekker heel veel wit met wat koper, zwart. Maar dat kan nog niet. Want ja, we willen volgend jaar gaan verhuizen. Dus dat is natuurlijk een beetje onzinnig. Dus vandaar, we hebben dus kerstinkoop gedaan. En dan denk je, ja, moet ik met mijn kerstboom heen? Want eigenlijk wil ik dit, maar is mijn huis dat. Dus nu hebben we maar een beetje combinatie gedaan. Oh, en ze zijn zo leuk. Kijk nou. Koperen, oh dier. Oh dier. Kijk. Oh, dat is toch schattig. En dan hebben we er 5 van. En 5 van deze. Oh, die zijn zo leuk. We hebben dus al kerstmuziek opstaan. Zo gaat dat gewoon hier. Ik moest een beetje in de stemming komen of zo, want ik heb de boom nu een andere kleur gedaan. Oh, ik moet hem wel even op pauze zetten. Zo. Maar, ja, het is een beetje een ding. Of zo. Ik kom er niet helemaal uit. Maar goed, ik ga het gewoon lekker per dag doen. Kijk wel wat ik ervan maak uiteindelijk. Maar ik ben daar zo moeilijk in of zo. Ik heb echt al jaren dezelfde kleur. En nu dacht ik van nou, omdat we volgend jaar toch gaan verhuizen, denk ik, doe ik alvast wat toevoegen. Nee, het wil maar niet lukken. Dus nu staat hij half opgetuigd hier en ja, we zullen wel zien wat we ervan gaan maken uiteindelijk. Met kerst zal die wel helemaal af zijn ongeveer. Dus, nou ja, het is ook alweer leuk om te doen hoor, moet ik zeggen. Het geeft wel weer meteen een beetje sfeer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer een weekendje met ons mee te gaan. En ja, tot de volgende vlog weer. Doei doei!